Vroeger, toen de lucht nog schoon was en seks nog vies was, toen ging men niet met een laptop naar school. Men die gebruikte geen Google Translate, geen Wikipedia, geen Google. Nu kan je het je haast niet voorstellen, maar er zullen toch echt voordelen zijn waarom het beter is om zonder laptop te studeren. Wil je weten welke voordelen er zijn? Blijf dan kijken naar deze video en dan vertel ik jullie de 5 voordelen van How to Survive School Without a Laptop. Voordeel nummer 1. Je kan niet afgeleid worden door social media. Vele studenten hebben web-WhatsApp aanstaan, YouTube om af en toe een leuk filmpje aan te zetten. Je wordt niet afgeleid door Facebook, je wordt niet afgeleid door Instagram. Je kan gewoon zonder laptop heerlijk studeren en je vol focussen op school. Voordeel nummer 2. Als je leert vanuit een boek in plaats van online documenten, kan je veel makkelijker markeren. Tuurlijk kun je tegenwoordig ook in online documenten markeren met allemaal leuke kleurtjes, maar het kost ten eerste veel meer werk. En ten tweede, het is veel leuker om gewoon lekker oldschool in een boek of in een reader van school met een markeerstift te markeren. En zo ben je ook meteen efficiënter bezig, omdat je echt markeert de zinnen die je nodig hebt, in plaats van dat je op de computer meteen de hele bladzijde selecteert en alles markeert. Voordeel nummer 3. In plaats van dat je Wikipedia gebruikt of Google Translate, kun je natuurlijk ook gewoon gaan naar een van de bibliotheken van de HVA. Zo zit er bijvoorbeeld een bibliotheek in het Koonstamhuis. In het Koonstamhuis kan je superveel boeken lenen, echt van alle opleidingen op de HVA zitten er wel boeken tussen. Woordenboeken, de Google Translate, die hoef je ook niet meer te gebruiken. Je kan gewoon woordenboeken gebruiken. Je onthoudt het ook veel beter als je het zelf hebt opgezocht dan dat je in een woordenboek, dan dat je het op Google Translate opzoekt. Want dan is het een van de duizenden woorden die je aan het vertalen bent. En als je het in een woordenboek opzoekt, dan onthoud je sneller van, oh ja, dat is dat ene woord die ik toen op heb gezocht in het woordenboek. In de bibliotheek, als je er toch bent, kun je ook meteen een rustig plekje uitzoeken. Want in de bibliotheek kun je heel chill leren. Je hebt er genoeg zitplekken. Het is daar lekker rustig. En dan kan je gewoon heel chill aan je eigen huiswerk werken. En meteen genoeg boeken om je heen, genoeg bronnen, genoeg inspiratie, genoeg informatie. Voordeel nummer 4. Heel cliché, maar het is toch echt waar. Van opschrijven en zelf opschrijven onthoud je veel beter op lange termijn de stof die je aan het leren bent dan dat je het gaat typen in een samenvatting. Tuurlijk gaat het veel sneller als jij lekker door kan typen. Dan zit je zo in een automatische stand dat je wel typt, maar dat het er hierin gaat en eigenlijk ook hier weer uitgaat. En als je het opschrijft, dan ben je wel iets langer bezig. Maar op lange termijn heb je er veel meer aan, want je onthoudt het veel beter. Wat ik op mijn opleiding CMD leer is om in je aantekeningen kleine sketchnotes te maken. Dus kleine tekeningetjes. Zo onthoud je de stof ook beter. Stel je bent voor het vak geschiedenis stof aan het opschrijven als samenvatting met pen en papier. En het gaat bijvoorbeeld over Napoleon. En je tekent een heel klein poppetje en schrijft onder Napoleon. En dan maak je van die zo'n woordapp met wat er allemaal met Napoleon te maken heeft. Dan onthoud je het veel beter dan dat je een heel stuk tekst gaat typen in Word over Napoleon. En het allerlaatste voordeel, voordeel nummer 5. Een schrift of een boek heeft geen oplader nodig. Ze hebben geen stroom nodig. Ze kunnen niet uitvallen. Het is gewoon ideaal. Je kan in de trein leren. Je kan op straat leren. In het zonnetje, in het zonnepark. Je kan op school, in elke gang kan je leren. Je hoeft niet te zoeken naar een stopcontact. In drukke tentamenweken zijn alle stopcontacten meestal bezet. Omdat iedereen zit te stressen met laptops en een stopcontact nodig heeft. En jij kan er gewoon met je boek en je schiffie en je pen en papier kan je gewoon overal neerploffen. En je moet niet je druk maken over of je nog wel genoeg batterij hebt. Of dat je geheugen vol zit en dat je niet meer een bestand kan opslaan. En mocht je dan toch echt je laptop nodig hebben en je zit in nood, dan kun je altijd nog naar het Wieboudhuis. Dat is aan de overkant van het Koonstamhuis. Daar heb je op de tweede verdieping ook een bibliotheek. En daar kan je laptops lenen. Kan je gewoon een laptop lenen. Dus als je echt in nood zit en je kan niet surviven zonder een laptop, dan kun je altijd nog naar de bibliotheek. Dit was mijn video How to Survive School Without a Laptop. Mocht je nou nog een How to Survive video willen zien, klik dan hier om de video van Jane te zien. Jane heeft een How to Survive the Netherlands video gemaakt. En wil je geen video's van de HVA meer missen, klik dan hier op het HVA logo. En dan kan je abonneren op ons HVA YouTube kanaal. En dan mis je nooit meer een video. En zoals jullie waarschijnlijk al weten, zeg ik voor nu. Ciao!